Wat een gekkigheid is het allemaal met die Bas Nijhuis, de scheidsrechter die bekend is van Vandaagensite. Je zou op het eerste gezicht helemaal niet denken dat hij in staat is om er zo'n bizar dubbeleven op na te houden, maar Weekblad Privé heeft toch echt alles op een rij gezet, ondersteund met WhatsApp berichten en al. Is hij echt een ziekelijke fantast? Volgens Privé heeft hij zijn verloofde en zijn minnares met de meest bizarre verhalen van elkaar weg proberen te houden, bijvoorbeeld door de adoptie van Roemeense kinderen, een alcoholprobleem en de ziekte van zijn moeder te veinzen. René van der Gijp heeft er een vernietigende grap over gemaakt in VI, maar bij zijn comeback werd Bas gespaard. Toos Ragas vindt dat de mannen van VI hem wel heel opzichtig de hand boven het hoofd houden, maar Wilfred Gené belooft dat hij Bas er niet mee weg laat komen. Toch is dit waar Bas wel op hoopt, zegt showjournalist Rob Vurens. Bas heeft er zelf nog niets over gezegd en dat is misschien wel de juiste manier, zegt hij in de nieuwe revue. Bas zal hopen dat het allemaal overwaait, denkt Rob. Ineens gaat Bas door het leven als fantast en leugenaar. Of de geruchten kloppen, Bas heeft er zelf nog niets over gezegd en dat is misschien wel de juiste manier. Theo Maase heeft ook nooit gereageerd op de aantijgingen dat hij vreemd ging. Dat is doodgebloed, er is geen follow-up gekomen. Theo heeft geen tv-carrière meer, maar inderdaad, het verhaal is doodgebloed. Net als bij Guido Weijers trouwens. Bas lijkt nu te denken, rekken en erbij blijven, dan verdwijnt vanzelf de belangstelling. Het is een beproefde methodiek. Imago deskundige Zabet van Veen zou het laf en niet des vee vinden als Bas voor die methode gaat. Hij moet, net als Welen deed, gewoon eerlijk zijn, vindt ze. Als iets zwart op wit staat, heeft het geen enkele zin om te ontkennen. Die WhatsApp-gesprekken zijn een keihard bewijs. Bas moet mans genoeg zijn om zich te verantwoorden voor zijn wangedrag, vindt ze. Momenteel neemt hij de verantwoording niet voor zijn daden en dat is een probleem. Hij is blijkbaar verliefd geworden op twee vrouwen, daar is hij verantwoordelijk voor en als hij echt ballen heeft, gaat hij staan voor de shit die hij heeft veroorzaakt.